Hey allemaal, welkom bij deze video en het is alweer een beauty box. Ik ben hem echt letterlijk net gaan ophalen in het postkantoor. En ik kan niet wachten om te unboxen, dus laten we het snel doen. Ik heb ook de digitale leaflet, ja, hier. Dus let's go. Ik heb er wel snel even doorheen gescrollt. I'm so sorry. Maar het is de vitamin C, als in C box. Dus de quote van de maand is: don't be sorry for enjoying taking care of yourself and feeling good about it. Weer een quote die bij me past. Really like. Maar ik vind die kaartjes echt wel leuk. Leuker dan als je hier ook bijvoorbeeld gewoon een A4 papiertje of zo opplakt. Kan je dit nog als postkaart gebruiken. Dat is wel leuk. Maar goed. Le box. And we'll break the seal. Let's go. Het ruikt in ieder geval echt al super lekker. Oh my god. Oké. Ik ga de volgorde van de leaflet doen. En het eerste wat ik daarop zie is de Rose Otto Face Oil. Winkelwaarde €40 voor 30 milliliter. En dan moet ik alleen even kijken welke dat is. Ik ga hem even een beetje lager zetten. Dat is handiger. Dat is deze. Een olie. Het zit in een glazen flesje. Ik weet niet of je het kan horen. Face oil. Dit is 10 milliliter. Dus dat komt op ja, iets van een €12 of zo per dingetje. Het is een hydraterende gezichtsolie. Helaas denk ik dat ik dit ga skippen. Ik ga het één keer proberen. Maar ik heb best een vette huid al. En olie, daar reageert mijn huid niet echt fijn op. Dus ik denk dat dit misschien een productje voor mijn moeder gaat worden. Ik ga het gewoon proberen. Je mag het 's ochtends en 's avonds gebruiken naar het reinigen. En als je ze in je handpalmen warm maakt, de olie, dan kan je het echt als een soort massage voor je gezicht gebruiken. Dus ik ben wel benieuwd. Ik hoop dat ik er tegen kan. En anders is het een productje wat naar mijn moeder gaat. Dus we will see. Het volgende productje is een Eco Hairbrush. Full size, ter waarde van €15. En dat is deze. De Unwen Eco Hairbrush. Ik ga hem even openbreken. Oh, er zijn hele stuk ook omheen. Zo. Het is wel echt, check. Je kan hem helemaal bewegen en doen. En the shape of the brush gently adapts to the shape of your head. Oh ja, die heeft ook. Oh ja, kijk, hij is een beetje rond. Ik weet niet of je dat kunt zien. Based on biodegradable materials, nylon pins. Ja, en het zou 5 jaar moeten meegaan. Als ik het goed zie. Ik ga even lezen wat er hier nog staat. Een ontspannend haarmoment. Dankzij deze flexibele vorm zorgt hij ook nog eens voor een hoofdmassage. Hou hem niet te dicht bij de hete lucht, want ja, dat komt natuurlijk door die nylon pinnetjes. Dat snap ik wel. Dus ik zou er niet mijn haar mee gaan feunen. Het is echt meer een ontwarborstel eigenlijk. Dus dan kan ik deze gebruiken om meer in model te brengen. Mijn Jasmine van de Primark. En dan kan ik dit echt gaan gebruiken om te ontwarren. Want ik denk wel dat dit een goede ontwarrer is, omdat het van die super zachte puntjes heeft. Een beetje zoals een Tangle teaser. Dat was ook mijn eerste idee toen ik dit zag. Maar het voelt inderdaad wel super lekker. Oh my god. Ik ben echt benieuwd. Mijn haar is nu ja, standje een beetje vet. Ik moet het vanavond wassen. Dus ik ben wel benieuwd als ik dit ga ontwarren vanavond. Of dat met dit gaat lukken. Maar wel super leuk, deze haarborstel. Oké, het volgende product. Even checken. Raincoat Mascara Proof. Nee, waterproof mascara. Wat zijn? Mascara Proof Water. De dag dat ze dat uitvinden, echt top. Maar het is nog steeds waterproof mascara. Ik ken het merk niet, Sandstone. Het ziet er zo uit. Misschien wordt dit wel mijn volgende mascara. Want die ik nu gebruik van een paar boxen geleden. Van Benefit. Die is bijna op zijn einde. Dus misschien wordt dit wel de volgende. En hij is waterproof. I like. En hij is black. I like it too. Dus de waarde van dit product is €21. Dus dat is best wel duur. En even kijken. Het is ook voor gevoelige ogen en contactlenzen. Voor allergieën, shit. Dus allemaal heel goed.
En ja, waterproof. I like. Vroeger deed ik alleen maar waterproof mascara, maar nu durf ik al eens andere te pakken. Maar goed, volgende product van de box. Toe, skip. Sun Body Lotion SPF 15. Voor een 200 ml fles betaal je €35 en dit is 30 ml. Van Karma Meju. SPF 15 Family Body Lotion. Ja, handig voor in mijn tas. Want ja, ik wil niet terug mega verbrand zijn. Use sunscreen, kids. Use the sunscreen. Your mommy didn't do it. Maar goed, volgende en laatste product alweer. Het gaat altijd zo snel, deze box. I don't like. Waarom kan het niet een keer een make-up box zijn? Met 50 producten erin. Nee, oké, nu wil ik veel te veel. Dit, de shampoo bar van Valkyrie. Winkelwaarde €12 voor deze bar. Ik ken dit van Lush. Dat is dus zo'n ja, een zeepbar eigenlijk, waarmee je haar kan wassen. Dit is ten eerste heel ecologisch, want er wordt geen plastic gebruikt. Er wordt alleen een doosje gebruikt bij deze. Bij Lush wordt er zelfs niks gebruikt. En je doet het over je haar en dan schuimt het en dan kan je je haar wassen. Ik heb het nog nooit gehad, dus ik ben wel benieuwd. Ja, en de geur is super lekker. Echt zo'n zeegeur. Met druivenpit en aloe vera. Ik hoop dat de aloe vera goed aankomt, maar let's hope. Masseer de baard direct in je natte haar. Voeg meer water toe indien nodig. Wrijf van de hoofdhuid tot punten en spoel uit. Ik ben heel benieuwd om zo'n product te testen. Nog nooit gehad. Misschien word ik wel helemaal fan en ga ik de hele douche leeg kopen van de shampoo bars. Maar goed, dat was het alweer. Ik vind het een heel leuke items. Vooral de kam en de mascara en de bar. Daar ben ik heel benieuwd naar. De SPF is altijd handig en de olie wordt een beetje afwachten of ik hem kan gaan gebruiken. Dus ja, dit was alweer de goodie box van de maand juni. Bedankt voor het kijken en tot volgende maand. Bye!